Goedenavond, mijn naam is Carrie ten Apel. En ik ben Simone Wijmans. Welkom bij Dichtbij Nederland. Den Haag in rep en roer door Afghanistan-top. 80 landen zijn vandaag vertegenwoordigd in Den Haag om te praten over de toekomst van Afghanistan. En honderden journalisten doen er verslag van. Ook een kleine groep jonge Afghanen is van de partij. Wij volgen er vandaag twee, journalisten Sahar en Kayan. Kayan heeft een stichting opgericht waarmee hij ontwikkelingsprojecten in Afghanistan ondersteunt. Het is vandaag een gekkenhuis in en om het congresgebouw waar de top wordt gehouden. Te midden van deze chaos doet de Afghaanse Sahar Noor haar werk als internetjournaliste. Hoewel de hele top gaat over haar vaderland, is zij op zoek naar het geluid van het Afghaanse volk. Ik kan niks, om de simpele reden dat ik maar één persoon ben. Maar gelukkig ben ik niet alleen. En heel veel jonge Afghanen in Nederland, maar ook buiten, en ook ouderen, die doen allemaal proberen op hun manier een bijdrage te leveren. En proberen het nieuws, proberen het perspectief vanuit het Afghaanse perspectief te laten zien. Ik had een vraag in verband met persbriefing rooms. Je hebt verschillende pools. Kan je dat uitleggen? Sahar volgt het nieuws via beeldschermen in de persruimte door mee te luisteren als er een minister in de buurt is en natuurlijk door vragen te stellen waar het kan. Hoe komt de stem van het Afghaanse volk hier vandaag deze vesting binnen? Het gaat in ontwikkelingssamenwerking natuurlijk gewoon om gewone mensen. Voelen ze die zich veiliger? Hebben ze beter kans op ontwikkeling? En voelen ze ook dat het hun proces is? En niet alleen een proces van de diplomaten in Den Haag. En die verbinding moet je maken. Je kan ook niet zeggen het is alleen de stem van het volk. En dit internationale gedoe doet er niet toe. Toch is Sahar bang dat de echte verhalen over Afghanistan hier niet besproken zullen worden. Veel Afghaanse onschuldige mensen worden opgepakt. He, omdat ze verdacht worden dat ze bijvoorbeeld infiltranten zijn van de Taliban. Marteltechnieken worden toegepast. Er zijn genoeg YouTube-video's op internet waar je dat kunt nakijken. Maar dat is een wereld dat volledig dicht besloten, ontoegankelijk is voor hier, het Westen. Ondertussen probeert de 17-jarige Keihan Popal rond de conferentie aandacht te vragen voor zijn plan voor een beter Afghanistan. Hij wil een ziekenhuis helpen in zijn land van herkomst. En aangezien de echte zaken worden gedaan in de wandelgangen en de zijkamertjes, doet Keihan dat ook. Hij spreekt met de Afghaanse ambassadeur in de VS die juist voor jongeren als Keihan een grote rol weggelegd ziet. If a young man, for instance, is trying to build a clinic in Afghanistan, first he is showing that an Afghan is active here in Holland. It shows that the Afghans do care about their own country. So he's serving as an ambassador for a country. But when that clinic is being built with the assistance of Holland somewhere in Afghanistan, then he serves as ambassador of Holland in Afghanistan. Ik hoop dat ik met dit gesprek wat in het leven heb gewekt van al die hogere mensen, dat zij de jongeren. In Europa, in Amerika, in alle wereldsteden betrokken moeten maken in de wederopbouw in Afghanistan. Succes voor Keihan dus. Sahar kijkt met wat meer gemengd gevoel naar de Afghanistan-top. Dat al deze landen besluiten over haar volk en nauwelijks met haar volk, vindt ze wel wrang. De wereld buiten Afghanistan hebben allemaal bepaalde ideeën over hoe het land gebouwd kan worden. Maar de mensen zelf weten het beter. Als ik nu eens bij u thuis zou komen en u zou vertellen hoe ik uw huis zou moeten inrichten. Ik denk dat u dat wel beter weet. Vanwege de Afghanistan-top zijn er verschillende demonstraties en bijeenkomsten georganiseerd in Den Haag. Op het Spuitplein voor het gemeentehuis verzamelden zich Afghanen uit heel Nederland voor een steunactie. De 26-jarige rechtenstudente Shahira Sharif heeft het initiatief genomen voor deze actie. En deze lid wordt eigenlijk gezegd, laat de mensen aller één worden om hiervoor te zorgen dat eigenlijk onze land als een paradijs wordt. Ik sta hier vandaag met een dubbele gevoel. Gevoel van blijheid dat vandaag over onze geboorteland van Afghanistan wordt op internationaal niveau zoveel aandacht gegeven. Wat ons de blijheid weer een beetje afneemt is dat na 8 jaar komen we weer met een top bij elkaar om over de toekomst van Afghanistan te praten. Dan zeg ik, wat hebben we eigenlijk tot nu toe bereikt? Waarom heb je dit georganiseerd, deze steunactie? Ik ben zelf gevlucht 11 jaar geleden vanuit Afghanistan. Ik weet wat in Afghanistan gebeurt. Ik weet wat in Afghanistan al decennia's gebeurt. En op zo'n moment dat er een kans is om onze stem te laten horen. En met stem bedoel ik ook ons, die Afghanen die in Afghanistan al decennia's in armoede en in oorlog en onveiligheid wonen. Dan kan ik me niet bij stilhouden. Met hoeveel we zijn, dat maakt me niet uit. Maar om de stem van die mensen hier in Nederland op zo'n belangrijke dag te laten horen. Samen staan we sterk. Samen moeten we doen. Je kan niet alleen. We moeten het met z'n allen doen. Daar ben ik hier gekomen.
worden. Wat we tot nu toe zien is eigenlijk op topniveau, als alleen maar president van Afghanistan wordt betrokken bij het vredesproces van Afghanistan, dat vinden wij niet voldoende. Er zijn genoeg civil society organisaties die aanwezig is. Betrek wat meer mensen, wat breder, omdat Afghanistan heeft niet met een oorlog te maken die van extern is. We hebben met een burgeroorlog te maken. Mensen intern moeten meer betrokken worden bij het vredesproces van Afghanistan, want uiteindelijk moeten Afghanen het zelf voor elkaar krijgen in Afghanistan met behulp van internationale gemeenschap. 3!